Update video nummertje 2. Dacht ik. Nee, Mike, dat is zo. Dit is video 2. Dit is echt de zesde keer dat ik dit opgenomen heb. Dus ik mag voor de zesde keer mag ik dit verhaal opnieuw gaan lullen. Want misschien praat ik in het begin even niet. Of gaat er wat in het begin mis. Maar dat merk je vanzelf wel. Maar daarom dus. Hopelijk gaat deze wat beter. Ik wil het over de volgende dingen gaan hebben. Namelijk mijn kanaal. En dat heeft. Ja, dat zijn wel wat dingen die verteld moeten worden. In ieder geval, laten we beginnen met het kanaal zelf. Het kanaal heeft 184 abonnees, 8007 weergaven. Trots op, niks op aan te merken, is chill. Profiel zelf ziet er gewoon normaal uit. Op een paar dingen die aangepast moeten worden. Maar daar praat ik zo over verder. Behalve dat de kanaaltrailer moet aangepast worden. Daar praat ik niet over verder, want dat is wel zo. De kanaaltrailer moet aangepast worden. Tweede ding. De series die lopen. Laat ik daar eens mee beginnen. Pokémon Randomizer. Die kapt. Die stopt ermee. Er wordt niet veel bekeken. Het heeft bijna geen likes. En ik zie het nut er niet van om het op te nemen. Ik vind het persoonlijk heel jammer. Maar het is een beetje aan jullie. Als jullie het niet kijken, upload ik het niet. Simpel. Maar dan moet je niet denken van... Oh nee, ik wil de randomizer wil ik niet uit. Dus ik ga wel kijken. Bla bla bla. Gast, rustig maar. Er komen andere series misschien nog wel eens voor terug. Randomizer kapt er gewoon mee. Het is gewoon zo. Het heeft geen zin meer. Als ik in mijn eentje... Alles staat te lullen en te vertellen terwijl er niemand naar kijkt. Dat voel ik me kut. En dan denk je van, nou, dat valt reuze mee, Mike. Dat valt echt reuze mee. Laten we zelf eens een kijkje nemen naar de video. Yo, kijkers. Nou, leuk intro. Hartstikke leuk gedaan. 3 likes, 39 weergaven. Hier begint het al. En dan, nou, één reactie. Hartstikke bedankt trouwens voor degene die wel erop reageert. Ik zeg niet dat het moet. Maar als het niet gekeken wordt. Upload ik het niet, dat is simpel. Kijk, en dan denk je van ja, Skywars, wat is daar dan mis mee? Laten we even Yo, kijken naar kijkers. Skywars. Want Skywars is helemaal niks op aan te merken. 15 likes, 152 weergaven. Is gewoon voldoende voor mij. Ik wil gewoon boven de. Nou, het zal zijn 8 likes uitkomen. Niet een heel mooi getal, maar 10 is gewoon echt goed. 15 is gewoon perfect. En altijd hoger dan dat is gewoon chill. Dus sowieso. Singleplayer, kap er ook mee. Denk je van, Mike, wat de fuck ben je met je kanaal aan het doen? Ga ik uitleggen. Singleplayer wereld ben ik kwijtgeraakt toen ik een computer ging herinstalleren. Was een domme fout van mezelf. Ik had zelf. Had ik in gedachten. Oké, ik moet Minecraft. Singleplayer werelden moet ik opgeslagen hebben. Dat moet ik gaan doen. Vergeet ik het. Gewoon echt van wat? Hoe kan je dat vergeten? En ik vergeet het gewoon. Natuurlijk. Dus ja, die serie ligt er ook uit. Wat krijgen jullie voor terug? Of een nieuwe singleplayer in een andere wereld. Of een multiplayer met een paar vrienden van me. Bedoel ik dus niet dat kijkers er ook op kunnen. Dus een klein vriendengroepje die multiplayer survival met elkaar gaat spelen. Zo heb ik bijvoorbeeld een Pinda die heel misschien mee kan doen. Die is nog niet met zijn kanaal gestart, maar die gaat binnenkort zeker weten starten. Tenminste, dat denk ik. En Nick, heel misschien. Ik moet het ook aan hun vragen wat hun zelf willen. Heel misschien Raya Dekker die jullie bij de opname met kijkers hebben gezien. Dat weet ik ook nog niet zeker. Ik kijk even wie ik erin wil hebben. En hopelijk kan ik een beetje een groepje maken wat gewoon een beetje goed op elkaar combineert en goed bij elkaar past. En gewoon leuk is om naar te kijken. Want ik wil niet zeg maar worden zoals. Ja, ik wil wel zelf te doen zoals. Ik zeg maar wat Enzo Knol of Rotjoch. Vind ik gewoon grappig en leuk om naar te kijken. Alleen ik wil niet helemaal hun nageapen en dat soort dingen. Het moet gewoon even een eigen kroeg zijn en een eigen stijl hebben, zeg maar. Dus dat moeten we dan wel een beetje gaan vinden. Maar dat kijk ik zelf naar. Je mag meedoen, dat mag. Alleen of ik het wil, dat is wat anders. Ik heb namelijk met een paar kijkers gesproken. En er zit wel één iemand die ik sowieso wel chill vind. Die ik wel chill vind om mee te skypen of mee te praten of iets. Niet dat ik heel veel contact met hem leg, maar vind ik, denk zo. Sommige gasten zijn echt zo van. Ik vind jou wel chill om naar te kijken of naar te luisteren, weet ik veel wat. Je bent lekker. Enthousiast, je bent gewoon zo'n gozertje waar ik zo graag mee zou willen praten voor een paar uur. Weet je? En sommigen denken ook van, ik val stil, zeg maar. Als je het zo maar niet bekijkt, oké. Een beetje verwarrend nu allemaal, maar dat maakt het niet uit. Skywars blijft gewoon opnemen, het kijkers blijft ook gewoon. Alleen de uploads zijn even wat minder. Puur omdat ik heel veel lag heb met Fraps en OBS. OBS settings, het lukt me gewoon echt niet, ik weet niet wat het is. Je hoort trouwens heel hard Minecraft muziek, echt. What the fuck? Even het uitzetten, die shit. Ja, dat. Voor de rest. Ja, OBS en Fraps, daar was ik mee bezig. Dat gaat dus eventjes
wat minder uploaden komen. Gaat even wat minder uploaden. Ik krijg namelijk binnenkort, dat is namelijk het volgende onderwerp, mijn videokaart met SSD-schijf die ik binnenkort ga bestellen. Ik hoop zo snel mogelijk. Maar die ga ik in ieder geval binnenkort bestellen. En daar ben ik echt zo blij mee. Dan kan ik alles op fucking high quality spelen. En dat gaat gewoon chill. Dat is gewoon beter. En dan moet je niet denken dat ik een computernerd ben die van alles van computers af weet. Want ik ben juist degene die helemaal niks van computers af weet. En dat is juist het mooie. Want heel veel mensen denken wel dat ik wat er vanaf weet. Terwijl ik er helemaal niks vanaf weet. Maar oké. Dat even terzijde. Voor de rest. Wat gaat er in de future komen? Als ik kan uploaden. Want ik heb mijn kaarten shit binnen. Dan komen er zeker uploads. Dan wordt er meer geüpload. Want de reden waarom ik niet heel veel upload is omdat ik lag heb. Ik ben nu ook een beetje ziek. Heel misschien hoor je het. Maar ik was echt vanochtend echt... Nee, vanmiddag heel duizelig. Ik was huiswerk aan het maken. Op een gegeven moment fucking duizelig. Opeens uit het niets. Ik ga op de bank liggen. Ik zat echt met een kotsgevoel. En oh shit. Nou, op een gegeven moment maar een... pijnstillend ding genomen, zeg maar, voor je hoofd. En het, ja, ik heb nu steeds pijn aan mijn hoofd, maar ik was gewoon echt even van, oh kut, ik heb hier geen zin in. En ik kon mijn huiswerk ook niet maken, dus ik heb 3 uur, 2 uur en heb ik niks aan mijn huiswerk kunnen doen. En nu ga ik niks meer aan huiswerk doen, want nu heb ik er echt geen zin in. En het lukt ook gewoon niet. Ik kan mijn gedachten er gewoon niet bij houden. In ieder geval, dat zijn de korte updates. Ik ga denk ik zo meteen mijn banner werken. In ieder geval, ik bedank jullie wel voor het kijken. Like deze video als je hem leuk vond. Deel deze video natuurlijk met je vrienden, favorieten en al die shit. Ik denk dat jullie bij de volgende video zien. Dus ja, ik hoop dat jullie nu snappen waarom, zeg maar, waarom ik niet zoveel upload. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dus tot de volgende video. Later.